Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Onze gast van vandaag past in het rijtje van Joop Donkervoort en Victor Miller van Spijker, want het is namelijk een Nederlandse autobouwer. Tino Huet, leuk dat je er bent. Ja. Met wie voel je het meest verwant? Donkervoort of Spijker? Muller eigenlijk. Nou, ik vind dat wij daar nog niet echt zijn, alle twee niet. Ik denk meer Donkervoort dan. Toch wel. Ja. Eventjes voor het idee, samen met je broer Paul maken jullie auto's, hè? Althans? Ja, proberen we. We bouwen al heel lang auto's. Ja. Maar we restaureren eigenlijk klassieke auto's, dat is eigenlijk wat we doen. En gaandeweg hebben we zelf een mooie, vinden wij, een mooie auto bedacht. Maar de hedendaagse autowereld, dat is niet zo eenvoudig om in te stappen. Dus dat vergt nogal wat tijd. En we hebben een design gemaakt. En dat design, dat hebben we gepresenteerd aan de wereld om te kijken of mensen dat echt leuk vinden. Ja, maar jullie hebben ook een auto op de weg gebracht. Want we gaan even naar de autorij 2007. En in die enorme hal van de rij stond daar de HB Special. Ja. Een sportauto die doet denken aan de jaren 50. Een beetje nostalgisch ontwerp. Ja. Hoeveel tijd zat daarin voordat jullie dat ding daar konden presenteren? We hebben daar ongeveer een jaar over gedaan. Fulltime. Maar ik moet erbij zeggen, die auto, dat was een auto die was bedacht als een evenementenauto. Nou, dat klinkt heel raar, maar die auto was niet te koop. Die auto, daar kon je in rijden en ervaren wat het is om in een auto te rijden die eigenlijk, waar je normaal gesproken niet in kan rijden. Al die auto's, die Le Mans racers uit die tijd, dat zijn allemaal miljoenen auto's. Die kosten allemaal x aantal miljoenen euro's. En weet je, daar ga je nooit in rijden. Dus en wij wouden daar echt een evenementenauto van maken, waar jij aangekleed wordt, compleet met je pak en je helm en je ding. En je snuift het en je ruikt het. En dus die auto die is gebaseerd op hele rare onderdelen. Zoals, het moet trillen. Nou, dat is een beetje raar, maar dat hebben wij erin gebouwd. En het moet ruiken naar benzine en het moet ruiken naar olie. En het moet een beetje moeilijk zijn met sturen en het moet een beetje moeilijk zijn met schakelen. En het moet eigenlijk een beetje slecht remmen. Want ja, dat klinkt al die dingen die zijn. Ja, dat zou je normaal vandaag de dag juist niet in een auto willen hebben. Maar dat maakt juist die ervaring zo cool. Ja. Uiteindelijk is dat niet echt van zijn plek afgekomen. Omdat we in 2007, toen stonden we op de rij. En in 2008, toen stortte die hele markt in elkaar. En wij deden daar, met ons team deden wij rally-events. Dus we hadden al een soort van experience met zo'n groepen met mensen die dus in oude auto's gaan rijden. En dat wouden we naar een andere level toe brengen. En daar was die auto voor bedacht. Ja. En toen hadden we die auto gemaakt. En toen waren we dus helemaal klaar om daar fly-and-drive trips van te maken. Dus dan moet je je voorstellen dat het zijn 12 van die auto's. Allemaal verschillende kleurtjes. En die staan dan voor een heel mooi kasteel. En daar kom jij aan als gast. En dan word je aangekleed. En dan krijg je een helm op. En iedereen ziet er hetzelfde uit. En vervolgens stap je in een auto en dan moet je allemaal handelingen doen om dat ding aan de praat te krijgen. En dat begint dan te shaken en te sturen en het geluid en het trilt. En dan ga je gewoon een leuke rit maken voor een paar dagen. Dat is nog steeds wel iets wat, dat is extreem gaaf om te doen. Ja, ja, ja. En dat kost wel wat, maar dan, grotere bedrijven doen dat ook. Hè. Je hebt de Porsche Experience in Lapland in Zweden. Ga je op het ijs rijden. Nou, gaaf. Het is gewoon gaaf. Ja. Dus dat moet je een keertje beleven. Dus dat was echt een belevenisauto. Toen stortte die markt in elkaar in 2008. En toen, dan ga je 1,5 miljoen euro investeren. Dat wat je niet hebt. Hè. Dan moet je dat van iemand anders gaan lenen. Om iets te gaan doen waar iedereen zegt, nu even niet. Want ik heb geen, er is nu even geen geld en nu hebben we geen tijd om dit te gaan doen. Dus er is uiteindelijk 1 exemplaar van gebouwd, hè? Daar is toen 1 exemplaar van gebouwd. We zijn er nu nog 4 aan het bouwen. Daarnaast,
één exemplaar. Nou, jij weet wat er is gebeurd met dat één exemplaar. Ja, ik wil net zeggen, je zou denken, daar doe je super voorzichtig mee. Maar wat doe je? Je stuurt hem de Nürnbergring op en harde bosjes in. Wat was het, de vangrail? Nou, we hebben altijd die auto bedacht als zijnde een rijdersauto. Dus je moet, weet je, als je een raceauto hebt of een auto gemaakt hebt die hard kan, dan moet je er niet zachtjes mee gaan rijden op de snelweg enzovoort. Dat is een beetje, ja, dat vind ik, dat hoort niet. Ja. Je moet eigenlijk iets te hard rijden, dat mag misschien niet, maar daar is hij voor gemaakt. Dus je moet, wij waren ik was vlakbij de Nürburgring, ik was niet op de Nürburgring. En het was glad en het was nat en ik zag weinig en ik reed toch iets te hard. En toen, ik was zo lang blij dat ik nog leefde, hoor. Dus ik wil het zeggen, want het is niet de meest veilige auto, hoor. Ik begreep dat je bijvoorbeeld te eigenwijs was om er veiligheidsgordels in te monteren. Nou, dat is niet te eigenwijs, maar dat zie je wel in vaak van die echt open auto's. Als je geen rolbeugels enzovoort hebt, dan is het op zich handig als je eruit geslingerd wordt. Als je er vast in zit en je zou echt omslaan, dan is het direct afgelopen. Dan heb je geen hoofd meer. En in dit geval is dat ook gebeurd. Ik ben ook uit de auto geslingerd. En ook een hele rare gewaarwording eigenlijk. Want opeens ben je uit de auto. Het is niet zo van, nou, ik ga nu uit de auto. Nee, opeens lig je op de grond en dan denk je, wat is dit? Ik ben uit de auto gevallen. Dus ik heb extreem veel mazzel gehad. Dus ik had helemaal niks. Ik had een schrammetje en de auto stond nog in de fik. Dus ik ben gewoon naar de auto toegerend, met vuur uitgemaakt. En die auto was niet zoveel meer van over. Toen moest je broer bellen van, ja, sorry Paul, maar er is iets gebeurd. Paul die had een mooie reactie. Die vond de kleur niet zo mooi. Dus die zei van, ik ben het toch prima, we gaan het wel weer bouwen. Ja. Maar van die auto is wel het idee gekomen van de nieuwe auto. Dus de tijden die we hadden, die we konden gebruiken om met die auto te rijden, hebben we gedaan. En we hebben heel veel in de bergen gereden. Zoveel plezier aan die auto gehad. Dat ik kwam toen een keertje terug en zei, Paul, man, we moeten een hedendaagse auto maken die dit gevoel erin heeft. Een rijdersauto. Niet meer, weet je, niet die Google automatic stuff. Gewoon iets waar je elke dag naar kijkt en dan denk je, yes, ik ga weer naar werk. Dat is heel anders dan dat je elke dag naar je auto toestapt en zegt, ik ga naar werk. Als je zegt, ik ga naar werk. Ja. Zie daar de coupé. Daar is de coupé. Ja, dat moet de coupé zijn. Ja, dat is eigenlijk al een oud idee, toch? Want waren jullie daar in 2012 of zo niet al mee? In 2012 hebben we de tekeningen gemaakt. Dat hebben we gezamenlijk gedaan. Mark van Overbeek is daar mee gaan tekenen. Kijk, wij hebben een goed idee van hoe wij iets willen maken. Maar als je het echt mooi getekend wil hebben, dan moet je daar mensen bij betrekken die dat echt kunnen. En zo hebben we ik ben daar redelijk mee aan de slag, hè? Dus ik teken veel van de zijkant de auto. Ja. Als ik driedimensionaal moet gaan tekenen, dan gaat het al heel moeilijk, want dan... Ja, dan moet je echt experts hebben die dat echt goed kunnen. En dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben van de auto van de zijkant hebben we eigenlijk de basis design gemaakt. Ja. En toen zijn we daarna echt doorgaan tekenen totdat we echt een driedimensionale, ja, compleet alles driedimensionaal hadden. En de reden waarom je dat doet, is omdat je dan iemand een gevoel kan geven van, nou, dit is hoe wij het bedacht hebben. En niet een schetsje, nee, gewoon, dit is het. En als je de foto's ook ziet, dat zijn, nou, dat is niet van echt te onderscheiden, echt niet. Dus mensen die denken allemaal van, nee, je hebt er al vier gebouwd. En je hebt er al dit, je hebt er al dat. Nou, dat zijn allemaal computertekening. Ja. Dat is weer gedaan door iemand in Slowakije. Die jongen heb ik nooit ontmoet. Die heb ik alleen maar e-mailcontact mee. Ja. En die heb ik gevonden op het internet. Ik heb gewoon gezocht naar driedimensionale platen die ik echt, echt heel mooi vond. En toen heb ik ze gewoon benaderd en gezegd van, willen jullie tekenen? En deze jongen die heeft een jaar lang getekend. En daar ben ik elke dag e-mailcontact mee. Dus een schetsje kwam naar mij toe. Dan ging ik, ja, dat is goed, doorgaan. Een schetsje weer, ja, dat is goed, doorgaan. Want elke keer als je één lijntje verkeerd doet, auto anders.
Maar dus dan heb je op een gegeven moment heb je goede tekeningen. Ja. En melden zich dan ook gelijk kopers? Nee. Dan lanceer je als het ware jouw idee. En dan zeg je, jongens, dit is wat we willen gaan maken. En toen kwamen er... Dat was wel imposant. Voor ons als klein bedrijf was dat imposant. We hadden 45.000 man op de site. Nou, dat is... Dan zit je opeens in je Google Analytics van je 10 tot 20 man per dag. Opeens 45.000. En dan krijg je opeens... dan krijg je opeens duizenden e-mails per dag. Dan zit je daar en dan denk je... ja, de wereld gaat open en iedereen wil het hebben. Ja. Dus dan kom je erachter dat je eigenlijk nog niet geprepareerd bent... voor dat hele toevloed van mensen die allemaal vragen hebben. Gaat hij naar Amerika? Komt hij weer in Amerika? Komt hij daar? Komt hij dit? Kan ik dit? Kan ik... dan merk je dat je... ja, daar niet op voorbereid bent, dan moet je dat allemaal tijdens die processen moet je dat gaan voorbereiden. Hè? Koopcontracten maken in het Engels. Zorgen dat dat allemaal lawyer-technisch ook goed in elkaar zit. Je moet ook een eerlijke propositie geven. Dat je zegt van ja, moet jij nu het risico lopen dat ik een goede auto bouw? Ja. Nee, vind ik niet. Ik moet het risico lopen dat ik een goede auto bouw. Jij moet eigenlijk niet zoveel risico lopen. Als koper. Jij moet zeggen, ik vind het een gaaf ding. En ik wil rijden met dat ding. En als ik dan uiteindelijk het nog steeds een gaaf ding vind, dan koop ik hem. Ja, ja. Dan moet het idee zijn. Er zijn een hoop mensen die andersom werken. Hè? Ik noem een Victor Muller, ik noemde hem net al eventjes. Die laat mensen intekenen op auto's die er nog helemaal niet zijn. En ziet dan wel of die ooit op de weg komen. Ja, ik heb daar niet... Wij zijn... Om het een beetje anders neer te zetten. Wij zijn al 20 jaar bezig met auto's bouwen. Ja. En doordat we allemaal dingen gedaan hebben in die 20 jaar... hebben we eerst die HB Special gebouwd, wat we onwijs gaaf vonden. Daarom zijn we ook in dat carbonwereldje terechtgekomen. Maar anders hadden we nooit dit bedacht eigenlijk. Toen zijn we doorgestapt, toen hebben we die coupé bedacht. Toen dachten we, nou, dat carbon, dat vinden we gaaf. Daar kunnen we goed mee werken. Dat is heel wat anders dan als je aankomt en zegt... ik heb een goede business gehad en ik ga nu mijn jongensdroom vervullen. En dat is, ja, ik wil een auto bouwen. En toen had Maarten de Bruin had toen een auto gemaakt waar Victor Muller toen in is gestapt. En dat voor mij is dat een heel ander idee... Dan dat je jarenlang bezig bent met iets... En uiteindelijk kom je dan bij een product waarvan je zegt... ja, ik heb nou 20 jaar ervaring met wat ik... Hè, wij rijden met Bugatti's uit 1927. We rijden ook met Porsches en dat soort dingen. Het is allemaal leuk. En elke auto is anders. Elke auto is anders. Ja. We hadden zelf 40 klassieke auto's. Die hebben we inmiddels niet meer, die hebben we allemaal verkocht. Maar dan zei iemand, wat is jouw favoriete auto? Nou, dat heb je niet. Het is hetzelfde als dat je vraagt, wie is jouw favoriete kind? Ja, dat gaat niet. Dus het ene kind heeft die schakelt lekker, het andere kind remt goed... en het andere stuurt lekker. En dus het is... Ja, daar... Ik denk dat wij ook totaal niet bezig zijn met het idee van... nou, we gaan een auto bouwen om heel veel geld te verdienen. Want dat moet je direct loslaten. Je kan er helemaal geen cent mee verdienen. Nee. Nou, laten we dat eventjes los. Maar we gaan toch even over geld hebben. Want de tekeningen van die coupé die stammen uit 2012. Althans, toen zijn jullie mee begonnen. En eigenlijk hebben jullie vrij recent een crowdfundingcampagne geopend... om genoeg geld te halen om dat ding ook daadwerkelijk te bouwen. Hè? Ja. Wat zijn je ervaringen met die hele crowdfundingcampagne? Nou, ten eerste is het super gaaf dat we het gehaald hebben. Hè. Dus we hadden een eerste goal. Dat noemen ze in crowdfunding zo, hè, dat je dat kan halen. Dat was 100.000 euro. Nou, dat is op zich best wel geld. Ja. Om dat in 30 dagen binnen te slepen. En die 100.000 euro, dat hebben we ook echt wel nodig om horloges te maken. Want even horloges maken, je bouwt auto's, toch? Ja, dat klopt. Maar we hebben eigenlijk in het begin, ook bij die HB Special... hadden we die experience. En die experience was dat jij aangekleed werd... En als jij die HB experience had gedaan... dan kon je een klokje kopen. Dat is een beetje zoals de Milimilia, hè, met Chopard, die doet dat. En dat kijken wij daar ook natuurlijk een beetje vanaf. Ja. Maar het is gewoon gaaf om iets te dragen wat iets memorabels heeft.
En als je dan... en toevallig bij dat horloge was dat... waren er heel veel mensen die vonden het horloge mooi. En toen hebben wij het een beetje omgedraaid. Toen hebben we gezegd, maar oké, dan... Weet je, in de beginfase zei ik, nee, maar je kan hem niet kopen... want je moet eerst de experience doen. We zeiden, maar ja, maar ik scoot 3 jaar naar dat horloge. Ik zei, nou ja, dat vind ik wel heel erg leuk om te horen... maar ja, het kan toch niet. Je kan hem niet kopen. En toen dachten we uiteindelijk van, nou, dat is dom. Weet je, als iedereen zo'n horloge wil hebben... dan kunnen ze ons ook helpen om een auto te bouwen. Dus wij maken Zwitserse horloges om in plaats van te zeggen... hey Paul, geef mij wat geld... geef mij wat geld, maar ik geef jou een horloge in return. Ja. Dan kan jij dragen dat jij ons helpt. En dus meer dan 1 ton opgehaald via Kickstarter? Nou, het is 105, we hebben uiteindelijk 134 of 132.000 euro opgehaald. En blijft daar dan nog geld over als je al die mensen beloont met een klokkie? Ja, wel iets, niet veel. Maar dat maakt niet zo... Kijk, als je klokken maakt, dan heb je het over minimum aantallen. Ja. En als je minimum aantallen hebt, en je maakt 4 verschillende klokken... Dan is het misschien niet zo heel erg slim van ons. We hadden eigenlijk 1 klok moeten maken, weet je, want dan is het alweer lager. Maar als je die minimale aantallen wil halen... dan heb je dat geld gewoon... Ja, dat moet je allemaal voorschieten. En dat hebben we niet. Daarom hebben we ook Kickstarter gedaan. Want ja, wij hebben geen 100.000 euro liggen. Ja. Wat we wel gedaan hebben met die horloges... is dat we hebben gekeken van... Nou, weet je, het moet aan de ene kant moet het leuk zijn. Het moet een kwalitatief... Ja, dit horloge is kwalitatief. Kan je, daar moet je 1.000 euro voor betalen. Normaal gesproken. Mm-hmm. Nou, die geven wij weg voor, 300. Ja. Dat is alleen maar omdat we het gaaf vinden dat mensen ons verhaal vertellen. Als wij echt in de business van horloges zouden zitten... zouden we er 1.000 euro voor moeten vragen. Ja. Want dan heb je allemaal winkeliers en mensen en distributeurs en importeurs. En die moeten allemaal betaald worden. Dat is logisch. Iedereen doet zijn werk, dus iedereen moet betaald worden. Winkelruimte, extra stellages, dingen maken. Dat kost allemaal geld. Daarom zijn die horloges zo duur. Maar we hebben wel een horloge gemaakt met dubbel saffier glas. 100 meter waterdicht. We hebben zelfs een leren band ontwikkeld die waterdicht is. Nou, dat is gewoon gaaf. Kortom, stevig horloge. Je kan ermee crashen. Maar in hoeverre brengt het horloge jullie nou dichter bij de droom van de bouw van die coupé? Nou, wel een heel stuk. Want wat er gebeurt is dat jij die 100.000 euro heb je nodig om die badge te kopen. Nou, en van die badge is de helft afgenomen. Dus die andere helft die komt nog. En dus dat is een... Dat is een proces wat wij mogen nu, gelukkig mogen we nu dat horloge bouwen. En als we dan iedereen zo'n horloge gegeven hebben, dan is het, ja, dus de volgende stap is hoeveel meer je horloges verkoopt, is dat eigenlijk alleen maar winst. En dat is leuk, want die winst die kunnen wij dus in die auto stoppen. Want wanneer denk je nou dat die auto de weg op kan? Als het aan ons ligt volgend jaar. Ja. Nou ja, dat is echt wel zo. Wat je ook hebt, is je hebt een spin-off. Hè? De spin-off is dat er heel veel mensen nu opeens zien... dat we weer lekker bezig zijn met die auto. En er zijn toch heel veel mensen die auto gewoon heel mooi vinden. Is hij ook, ja. En dat is een kwestie van smaak. Hè? Sommige mensen zullen het helemaal niks vinden, vind ik ook prima. Maar ja, die spin-off, die is er wel. Dus je krijgt allemaal interessante gesprekken met investeerders enzovoort. Dus je hebt heel veel geld nodig om een auto te bouwen. Dus alleen van horloges gaan we het niet redden. Maar het is wel leuk om een hele groep mensen te hebben... die met je verhaal rondlopen. Volgend jaar zou de eerste coupé de weg op moeten komen. Ja. En wat is dan het doel? Willen jullie dat dan in relatief grote massa gaan produceren? Of wat kleine massa noemen wij dat. Hele kleine massa. Wij willen eigenlijk 40 auto's per jaar produceren. Met een maximum tot 80. Dat is ook het maximum wat wij nu zouden kunnen maken in de huidige plek waar we zitten. Hè. We hebben dus ongeveer 1000 vierkante meter. Waar wij restauraties doen. En dat is voor met z'n tweetjes dat vrij groot. Maar goed, dat is de volgende stap. Hè. Dan heb je 5 man in het eerste prototypefase. Mm. Dan ben je echt met 5 man fulltime bezig om een jaar lang om die koets te bouwen. We hebben alle dingen eigenlijk al rond. Hè. Dus we hebben deals gemaakt met Mazda. We hebben
We hebben de eerste auto's al staan. We hebben het 1-op-1 schaalmodel hebben we al. Dus er zijn heel veel stapjes genomen. Maar nu komen er stappen die... Ja, weet je, als je een malle wil gaan maken, dat kost zo 300.000-400.000 euro. Nee. Wil je echt een beetje verder gaan. Als je een nieuwe auto bouwt, moet je ook heel veel auto's tegen de muur aanzetten. Hè? Dat vergeet iedereen. Dan zegt iedereen, ja, dan heb je een auto gebouwd. Nou, nee, helemaal niet. Dan moet je er nog 7 bouwen. En dan gaan er waarschijnlijk 6 tegen de muur aan. Ja, de crash-test. Dus er zitten allemaal fases in. En wij willen het stap voor stap doen. Want wij zeggen, ja, we gaan niet met een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen, dat we heel veel geld gaan lenen om te kijken of wij 40 auto's per jaar kunnen bouwen. Nee, we gaan nu eerst 1 auto bouwen. Die gaan we door de RDW ook, werken we ook heel veel samen mee. Dat je die auto echt mag rijden op de weg. Dus dat is eigenlijk een rijdend prototype. Maar dat is eigenlijk een productieauto. Mm-hmm. Het enige is, de airbags zullen niet werken, want die zijn nog niet gecrashed. Dus je hebt geen testresultaten van je airbags en dan mag je ze niet aan hebben. Maar oké, de mensen die kunnen dan gaan rijden. En vanuit die, vanuit daar kunnen we echt kijken of mensen het echt willen hebben. Ja. Ja. En als je dan ziet dat iedereen komt rijden en zegt van... dit vind ik me niks. Dat gaan ze niet zeggen. Want ze gaan allemaal zeggen, ik vind het fantastisch, ik wil er een. Maar als dat zo is, dan hoef je ook niet verder te gaan. Dan heb je een bepaalde tranche gedaan. En dan, als daar geen markt voor is, dan is er geen markt voor. Als er wel een markt is, dan kan je de volgende tranche in. Dan heb je weer meer geld nodig. Ja. Want dan ga je echt de productiefase in. En dat is echt, dan heb je het over echt tientallen miljoenen. Ja, en nog wel een paar jaar verder. Hey, ja. Tot slot, het eerste rijdende model, prototype, is klaar. Je rijdt weer door Duitsland. Durf je weer datzelfde weggetje te pakken? Ja, en hard ook. Ja. Ja, echt. Heel goed. Tino, leuk dat je er was. We gaan het in de gaten houden. Ja, super veel dank. Meer interviews zien, surf dan naar 7D TV.